Hey en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Ultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, ik wou een video maken dat mijn camera het weer doet. Jullie zien het, mijn camera doet het weer. Alles is weer gerepareerd. Maar deze vlog is opgenomen op een vrijdag. Ik zou niet meer echt praatvideo's maken. Mijn camera heb ik in ieder geval weer gefixt. Maar ik heb nu een ander probleem. En dat probleem is de storm. Jullie weten het. Ja, als het goed is, als deze vlog komt, die komt op zondag, dan is de storm alweer voorbij. En ja, ik ben er niet schadevrij uitgekomen. Kijk eens. Wat een Heel die schutting is omgewaaid. Deze schutting is helemaal naar de kloten. Ja, daar staat nog een klein stukje van de schutting. Die zal het misschien ook wel ontpleuren, denk ik. Ja, tot nu toe. Ik moet even zeggen dat het voorlopig kan. Het kan voorlopig. Maar ja, de grote ding moet nog gebeuren. Hij is nog niet op zijn hoogtepunt. Maar voor deze schuttingen was dat dus niet meer haalbaar. Ik moet dus weer nieuwe schuttingen gaan laten zetten. Deze schuttingen die waren zijn pas door een paar jaar geleden al door iemand gemaakt. Was hartstikke goed. Ja, deze die heb ik eigenlijk al vanaf 2009. Dus dat is ongeveer 10 jaar. Ja. Het zijn van die dingen, ja, daar kan je helaas niks aan doen. Het is helaas helemaal zo. Dus ja, ik heb schade. Kloten, ja, elke keer hetzelfde, het waait ook elke keer. Ik ben nog net buiten geweest, maar het is bijna niet te doen om aan de achterkant nu buiten te komen. Ik moet echt wachten tot de storm echt helemaal gaat liggen. En dan kan ik, dan kan ik pas de schade op gaan meten. Maar in ieder geval, eerst was deze gevallen, die middelste. En deze klapperde nog als een idioot. En toen had ik al zoiets van, ja, deze gaat ook wel. En vlak voordat ik begon, klapte deze ook in. Dus helaas, schade. Ja, jammer. Maar goed, als dat het enige gelukkig is. Ik heb aan de achterkant, aan de voorkant gekeken naar mijn prullenbakken. Die blijven gewoon gelukkig staan zoals ze staan. En die staan daar zo. Die staan daar zo, die staan er in ieder geval nog gelukkig. Maar de storm heeft dus schade aangericht. Ja, het zat er ook wel een keer, klein beetje zat het erin. Het was ook niet echt heel erg stevig meer. Maar ja, het heeft 10 jaar gestaan. Dus ik ben er nog een beetje verbouwereerd van. Ja, het ging ook net echt ontzettend hard. Het gaat nou wel weer iets minder, vond ik. Ik vind het nou wel iets meer, iets beter. Maar het ging er net echt hard. Het ging er net stukken harder als dat het nu ging. En hij liep echt heen en weer te dingen. Het was net of dat iemand aan die schuttingen heen en weer aan het trekken was. Dat was het eigenlijk. En daardoor klapte die dus om. Oh, je kan het nu kort beter zien. Nou, ja, lekker schade, jongens. Fijn. Heb ik weer ellende. Maar goed, in ieder geval, ja, mijn buurman. Als het goed is, kijkt mijn buurman trouwens ook naar mijn YouTube-kanaal. Ik weet niet of dat mijn buurman nog kijkt. Mijn buurman is Jeroen. En dat is een toffe vent. Dus ik ga dadelijk even bij hem aanbellen. En dan ga ik eventjes het even melden. Ja, ik denk dat ik het ook al gezien heb. Dus ga ik op mijn werk vragen van joh, is er iemand die me wil helpen als ik 3 nieuwe schuttingen ga zetten? Of dat ze me willen helpen, ik hoop het wel. Er zijn altijd wel een beetje handige Harry's bij ons. Die kunnen wel een schuttingje zetten, dus wat dat betreft is het nog niet echt een groot probleem. Maar het is wel, het is wel eventjes kloten, het is even balen. Dus bij mijn moeder schijnt het ook heel erg te zijn. Daar schijnen zelfs de buren
schuttingen te hebben in beton. En die schijnen ook al helemaal uit het lood te slaan. Dus het is echt, het is een flinke storm is het, jongens. Het is echt een flinke storm. Dus ja, ik hoop dat het morgen beter is. Want morgen wil ik weer naar buiten toe gaan. Want morgen wil ik ook weer een paar vlogjes gaan opnemen voor mijn YouTube kanaal. En ja, als het goed is, zou dan de storm weer een beetje voorbij zijn. Kan tenminste in ieder geval kan ik weer, ja, kan ik in ieder geval weer filmen. Dus wat ik het enigste fucking irritant vind is dat dat ding elke keer, dat cel dat tikt elke keer tegen mijn raam aan. Ik heb al geprobeerd om dat goed te zetten, maar dat kreeg ik niet echt voor elkaar. Ik heb er al een bezem overheen gelegd. Dat hielp ook niet echt. Dus ja, dat is wel even fucking irritant. Ik weet niet of ik nog andere spullen heb of zo. Ja, dan zou ik dat er neer moeten zetten, maar ja. Maar goed, in ieder geval ja. Het is helemaal zo, helaas. Kan er niks anders, kan er geen andere chocola van bakken. Kijk eens jongens, wat een teringzooi, hè. Hey. Wat een schade, hè, je kunt hebben. Eén stormpie en heel de schutting is weg. In ieder geval, ja, bedankt voor het kijken. Ja, het was even een vloggie. In een vloggie eigenlijk eventjes, want ik wou eigenlijk alleen maar melden dat mijn camera het weer doet. Maar ja, dan gebeurde ineens dit. Ik denk, ja, dat moet ik ook wel even filmen. Dus ja, bedankt voor het kijken. Wens me sterkte. En ik ga het, na de storm, ga ik maar weer op zoek naar een nieuwe schutting. Ga ik in ieder geval een nieuwe schutting kopen. En gaan we maar weer nieuwe schuttingen plaatsen. Want ja, het schiet niet op zo. Het schiet niet op. Dus bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal. Druk op belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden. En ik spreek jullie allemaal. En dit stukje kan ik een klein stukje verderop zetten. Want die daar, dat is nog een klein stukje. Die gaat ook bijna. Dus als ik dat nog, als die ook nog plat gaat, dan ga ik dat ook nog wel even filmen. Groetjes van deze kant. Bye bye. Hoi.